Dankjewel, Inge. Horen jullie mij? Ik ga proberen uh, mijn presentatie te delen. Uh, met die nieuwe versie van Teams ben ik nog niet zo goed ver, uh, vertrouwd, maar ik neem aan dat jullie nu mijn presentatie zien. We, we uh, zien ik zie alvast jouw presentatie. Ja. Dus uh, ik ja, wil zie je jullie... Bilk. Ja, oké. Okay. Dan denk ik dat het bij iedereen in orde zal zijn. Um, ik ga jullie uh, vanavond zo'n 300 jaar terugnemen in de tijd. Um, we gaan naar de plaats waar nu de Notteboomzaal is, maar waar tot 1773 dus de bovensodaliteit gevestigd was. Jullie zien hier al een, een voorsmaakje. Um, en ik ga jullie inderdaad... Uh, Onderzoek voorstellen dat uh, ten dele gebaseerd is op reeds ouder onderzoek, maar ook dat de afgelopen twee jaar gebeurd is door uh, mezelf, maar in de eerste plaats door masterstudenten um, uh, Marijke Drijbooms, die daar haar uh, scriptie gemaakt heeft, die ik uh, uh, heel grondig gelezen heb. Uh, Marijke was hier vanavond ook graag bij geweest, maar zij zit momenteel in China. Ze is ook sinologe van uh, opleiding. En door het tijdsverschil uh, vond ze het niet zo uh, handig om dan midden in de nacht op te staan om hier nog de, een webinar te volgen. Maar ze, in, in gedachten is ze dus uh, zeker bij ons. Uh, en de lezing is eigenlijk een preview voor een tentoonstelling die zal lopen in de Notteboomzaal van 22 april tot 10 september uh, dit jaar. En die tentoonstelling die past in een breder kader, namelijk het kader van het stadsfestival. Barokke Influencers, stadsfestival van traditie en vernieuwing um, En dat stadsfestival bestaat onder andere uit een podcast waar u op de website Barokke Influencers al naar kan luisteren, een lezingenreeks en uh, drie tentoonstellingen over kunst van de 17e tot de, de 21e eeuw. Uh, dus in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten komt een opstelling rond het kunstbroederschap De Pelgrim. Dat is een Aantal uh, katholiek geïnspireerde kunstenaars uh, uit het interbellum, met als leden onder andere Felix Timmermans, Albert Servaas, Huiphoste, Renaat Veremans, Gerard Wattenschap en de nog jonge Marnix Geijzen. En in het havenhuis komt een tentoonstelling of een kunstproject, uh, gecureerd door Sergio Cervejon, onder de titel Antwerpen reactief zoekstadion. Dat is een uh, hedendaagse expo met een lezingenreeks waarbij uh, kunstenaars ingaan op de vraag hoe kunst een maatschappelijke opdracht uh, kan vervullen, zoals ze dat dus heel duidelijk deed uh, tijdens de barok ter contra -reformatie. En dan de centrale tentoonstelling van barokke influencers uh, heeft de titel gekregen Jezuïten, Rubens en de kunst van het overtuigen in de 17e eeuw. En die tentoonstelling bestaat op zich ook weer uit een drieluik. Het centrale luik daarvan komt in de Carolus Borromeuskerk, de Jesuitenkerk, waarin die barok zo mooi tot uiting komt. En die focust daar op de rol van de Jesuiten in het contra-reformatorische Antwerpen en op de manieren waarop ze hun doelpubliek proberen te overtuigen als vroeg moderne influencers, hè, en vandaar dus ook de titel van het, uh, van het festival, van hun visie op het christendom en op de maatschappij. En uh, aan, in die tentoonstelling wordt uh, aan de hand van weinig bekende kunstwerken en van zeldzame materiële getuigenissen um, en van materiaal dat vaak veronachtzaamd wordt, zoals kleine devotieprintjes, wordt er eigenlijk verteld hoe de jesuiten een multimediale strategie volgden um, in hun... Uh, uh, Bekeringsoffensief of een uh, contra-reformatorisch uh, offensief. Dat is het centrale luik van die tentoonstelling. Dan komt er in het Snijders en Rokokshuis een tentoonstelling met de uh, originele schetsen van Rubens van de plafondschilderijen die de Jezuïetenkerk uh, sierde, maar die verloren zijn gegaan in de brand van 1718. Um, met ontwerpen van Rubens, schetsen van Daniel Segers, schetsen van Jacob de Wit en dergelijke meer. En dan in de Notteboomzaal in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience evoceren we het interieur van de bovensodaliteit. En het is over die ruimte dat mijn lezing vanavond gaat en waar ik meer over zal vertellen. Deze zaal kennen jullie wellicht, hebben de meesten van jullie wellicht al eens bezocht. Dat is de Notteboomzaal in de, op de Conscience Bibliotheek, zoals ze er Vandaag de dag min of meer uitziet. Uh, maar op deze plaats lag dus vroeger een rijkelijk gedecoreerde barokkapel, de boven Sodaliteit. En op de onderste verdieping. Sorry. En u uw micro uitzetten, alstublieft? Ja, dank u wel. Uh, Op de benedenverdieping, uh, dus onder de huidige Notteboomzaal, was er nog zo'n barokke kapel, de beneden Sodaliteit... Um, maar die wordt nu volledig ingenomen door Boekenmagazijnen. Um, en die ga ik in deze lezing en die gaan we in de tentoonstelling ook een beetje um, voorbij laten gaan, omdat we echt willen focussen op die ruimte zoals het vroeger was en die willen tonen in de ruimte zoals ze vandaag de dag is. Um, Even over dat woord, sodaliteit en over die term. Wij gebruiken dat, de naam sodaliteit voor het gebouw. Het, is het gebouw waar nu Hendrik Consciance de wacht voor houdt op het Conscianceplein. Um, maar dat is eigenlijk het enige gebouw in heel de wereld voor zover wij, voor, voor zover wij weten dat een sodaliteit genoemd werd. Um, elders in de wereld betekent sodaliteit eigenlijk gewoon broederschap, dus de club van mensen die um, samenkomen rond een bepaalde devotie. En dat is afgeleid van het woord uh, sodalis, wat eigenlijk het Latijnse woord is voor broederschap. Um, dus het is een typisch Jezuïtische manier, zou, zou ik maar zeggen, om een uh, middeleeuws concept van die broederschappen, wat, wat uh, iets is dat, dat al, uh, al veel langer bestond, om daar een moderne contra-reformatorische invulling aan te geven. En daar dan ook. Um, in het Nederlands zijn eigen woord aan te geven, afgeleid van het Latijn, om dat een beetje te verheffen boven die middeleeuws aandoende uh, broederschappen. Uh, de sodaliteiten die in de sodaliteit verzamelden, uh, het wordt soms een beetje ingewikkeld met al die uh, uh, homonymen, maar het gaat dus over een, uh, een club die is opgericht in uh, 1586, dus meteen na de val van Antwerpen door Franciscus Costerus, die zelf ook een van de eerste Zuid-Nederlanders was die zich bij de Jesuitenorde had uh, aangesloten. Uh, en die uh, totaliteit als club kent meteen een enorm succes. Aanvankelijk is de vergadertaal Latijn, wat dus voor een, een geschoolde elite bedoeld was. Uh, maar al heel snel voelt Costerus dat er heel veel vraag is ook van mensen die het Latijn niet of minder goed machtig zijn om niet te worden van zo'n solidariteit. En hij gaat uh, opsplitsen en diversifieren. En dat is ook een manier waarop de Jesuïten um, uh, aan marketing gaan doen, eigenlijk. Zij gaan aan um, doelgroepencommunicatie doen, zoals dat, dat tegenwoordig heet. Zij gaan een ruimere doelgroep he, van alle geloven gaan ze opsplitsen in verschillende. Groepen van mensen met gelijkaardige eigenschappen, en die krijgen een specifieke manier van marketing of van communicatie die het beste aansluit bij hun uh, leefwereld. En het bekendste voorbeeld in de sodaliteit is de, uh, zijn de twee grootste sodaliteiten, die er dan uh, afgesplitst worden van, de, van die oorspronkelijke sodaliteit. Dat is enerzijds de uh, sodaliteit van de gehuwden. Dus die is voor gehuwde mensen. En daarnaast is er een solidariteit voor wat men noemt de bejaarde jongmans. En bejaard wil in die tijd zeggen, niet bejaard zoals vandaag, maar wil gewoon gezegd, zeggen volwassen. En jongman wilde zeggen dat je ongehuwd was. Dus er zijn eigenlijk twee grote groepen van mensen die daar samenkomen: de gehuwde mannen en de ongehuwde mannen. En die worden door de jezuïeten op een andere manier uh, aangesproken. Aan die ene groep wil je natuurlijk voornamelijk huwelijkstrouw inplanten en die andere groep moet je zuiverheid en uh, uh, trouw aan Maria veel meer uh, inplanten. Uh, er komen uiteindelijk uh, komen er een zevental verschillende sodaliteiten. Dus, uh, er blijft een Latijnse sodaliteit bestaan, de, la de Latinisten. Uh, de, de Latinisten en de gehuwden, dat zijn de twee sodaliteiten die de beneden-sodaliteit uh, verzamelden. En dan had je de bejaarde jongmans, waar dan later de jongeren van zijn afgesplitst. En dan de tieners en dan nog later ook nog de kinderen. Uh, die hadden allemaal jongere benen, dus die mochten in de boven verzamelen. En dan had je ook nog een uh, aparte sodaliteit, die uh, specifiek uh, voor niet-Nederlandstaligen, die het Latijn niet machtig waren, bedoeld was. Dat werd... De Sodalité des Nations, of de Sodaliteit van de Walen genoemd, daar was de voertaal Frans, wat toen de internationale uh, taal was natuurlijk. Uh, die, sodales, die Sodaliteiten verzamelden eerst in een zijkamer in het uh, klooster van de Jesuiten zelf, maar doordat zij zo snel groeiden, uh, barstte dat gebouw echt uit zijn voegen en hebben zij dus in 1623 zelf geld bij elkaar gezocht om een eigen clublokaal te zetten, zeg maar. En dat is dan de sodaliteit uh, geworden. Uh, tot nu toe was er al onderzoek gedaan naar die sodaliteit. Het belangrijkste was de licentiaatsthesis van uh, Rudy Mannaerts uit 1983. Uh, en Mannaerts had een heel aantal documenten naar boven gespit uh, die ons al wat meer uh, uh, bijbrachten over hoe, de, hoe die sodaliteit functioneerde en hoe die was aangekleed. Um, nu, zijn thesis focuste eigenlijk op de, um, de Mariale devotie van de Jesuiten te Antwerpen, niet alleen in de Sodaliteit, maar ook in de Carolus-Borromeuskerk en ook in de, uh, het college en dergelijke. Um, dus zijn thesis was veel uh, ruimer opgevat. Uh, en was natuurlijk ook, hè, sinds 1983 is er al heel veel water naar de zee gevloeid. Dus wij dachten, er zal misschien nog wel uh, iets nieuws te vinden zijn. Uh, de belangrijkste bron voor Mannaerts was uh, onder andere twee tekeningen die hij uh, had weten te vinden. Uh, bovenaan rechts ziet u hier een uh, ontwerp voor een houten plafond van cassettes door Hendrik Frans Verbruggen, waar heel duidelijk in staat dat het voor de sodaliteit van de jongmans is. En hieronder een um, ontwerp voor een antependium uh, van Peter Verbruggen de Jongere, waarvan we niet weten of het uh, effectief is uh, uitgevoerd. En dan een andere belangrijke bron uh, voor uh, Mannaerts waren twee ongedateerde grondplannetjes van de sodaliteit die in het uh, Felixarchief berusten. Uh, een van de boven- en een van de beneden-sodaliteit waar je dus een, een platte grond op ziet met allemaal nummertjes en een legende. En die legende geeft aan welke schilderijen waar hingen. Uh, soms ook uh, met uh, benoeming van de naam van de kunstenaar. Helaas zijn niet alle nummertjes uh, ingevuld. Dus de, uh, de, 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 de vormen die je hier, ik weer een laserpointer, die hier in het midden ziet, dat zijn de, de plafondschilderingen. Um, daar staat nog wel nummertje 13 en dat is de eerste hier, maar daar staat niks meer naast en daarna eindigt de lijst. Dus daar uh, hadden we geen extra informatie uh, over in dit plan. Um, en dan is er nog uh, de veilingcatalogus. De, veiling de Jesuïtenorde werd in 1773 opgeheven door de paus. En in de Oostenrijkse Nederlanden wordt een uh, comité jesuïtiek opgericht dat uh, de taak krijgt om uh, enerzijds het volledige patrimonium van de Jesuïten uh, te verzamelen en te verkopen, en anderzijds met de opbrengsten van die verkoop eigenlijk alle activiteiten op te vangen die de jesuiten daarvoor hadden gedaan en waar men dus uh, vervanging voor zocht, met name het, uh, het onderwijs was dat. En hier aan de rechterkant een, uh, misschien voor sommige mensen ook wel bekend een van de edities van de uh, reisgids die aan Gerard Berbi wordt toegeschreven, beschrijving der bijzonderste werken der schilderkonst en de beeldhouwwerken uh, in de Antwerpse kerken, kloosters en kapellen enzovoort. Uh, waar dus ook uh, het interieur van de sodaliteit regelmatig ter sprake komt. Van twee van de schilderijen in de sodaliteit uh, weten we nog, uh, wisten we ook in 1983 al waar die naartoe waren gegaan. Die waren namelijk uh, gekocht door Maria Theresia herself, de keizerin. Die had die twee schilderijen van uh, Anton van Dijk voor zichzelf gekocht op de veiling. Uh, samen met een schilderij van Rubens dat in de beneden hing... Um, en dat zijn nu drie van de topstukken van het Kunsthistorisches Museum in Wenen. Die we helaas niet terugkrijgen voor de tentoonstelling. Um, dus dat waren eigenlijk de enige schilderijen waarvan Mannaerts in 1983 kon zeggen van kijk, die komen effectief uit de sodaliteit. Um, en wij dachten, hein, nu veertig jaar later, is het toch de moeite waard om eens te gaan onderzoeken... Um, wat kunnen we nu nog allemaal vinden? In 1983 bestond het internet nog niet, of het was toch in elk geval niet uh, zo gemakkelijk toegankelijk als vandaag de dag. Uh, veilingcatalogie kwamen um, zelden met uh, doorzoekbare indexen, uh, foto's waren in zwart-wit enzovoort. Er is sindsdien heel veel op de markt gekomen, er zijn ook heel veel kunstdatabanken die daarop gebaseerd zijn. Um, websites uh, en, en documentatiecentra zoals het RKD en uh, ons eigen Rubenianum hebben enorm veel documentatie verzameld in die afgelopen periode. Um, dus we dachten we gaan dat onderzoek van Manards eens dunnetjes onder overdoen um, en misschien komen er een aantal nieuwe details naar boven. Nu um, we hebben meer ontdekt dan dat we ooit hadden kunnen, uh, kunnen dromen hè, en dat is dan vooral het werk van. Uh, maar Rijke Drijbooms, die zich daar werkelijk in heeft vastgebeten. Um, ook in moeilijke omstandigheden van uh, komende coronagolven en lockdowns, uh, waarbij archieven gesloten werden uh, of ontoegankelijk gemaakt werden, of uh, waarbij je uh, uh, reservaties moest maken. Maar zij heeft meters en meters aan archief uh, doorploegd. Um, ze heeft de juiste mensen lastiggevallen tot ze toch toegang kreeg tot uh, informatie. En uit um, details die op het eerste zicht heel onbeduidend waren... door die te combineren met andere onbeduidende details... Um, kregen we een veel beter coherent beeld... van hoe het interieur um, van die bovensodaliteit er moet hebben uitgezien. En de belangrijkste ontdekking is natuurlijk het interieurschilderij. Dus we hebben een schilderij gevonden... Um, dat de, de bovensodaliteit afbeeldt zoals ze er moet hebben uitgezien rond 1710, 1720. Um, dus ik zeg dan 1723 exact 300 jaar geleden, um, circa uh, give or take uh, 20 jaar. Um, we wisten dat zo'n schilderij bestond, Rudy Manaerts had dat ooit gezien. Um, en het is Marijke Drijbooms die dan in allerlei online databanken is gaan zoeken uh, naar uh, veilingverkopen um, en ze is beginnen zoeken op de basis van de namen van gekende schilders van Antwerpse kerkinterieurs, hè, zoals dat er uh, wel een aantal zijn, uh, waar een aantal jaar geleden ook een heel mooie tentoonstelling aan uh, gewijd is geweest in Museum Maaier van den Berg. Um, en ja, je, je uh, flipt dan door uh, tientallen, honderden uh, kerkinterieurs tot dit schilderijtje naar boven komt. Het um, was in 2013 op de markt gekomen, in 2015 opnieuw verkocht, als een Italiaans kerkinterieur toegeschreven aan Willem Schubert van Ehrenberg. Uh, Schubert van Ehrenberg, bekend van. Vele tientallen interieurs van de uh, Jesuitenkerk. Onder andere een heel mooi interieur op marmer dat in het, uh, in het Rubenshuis hangt. Uh, maar uh, aangezien Marijke al zo lang bezig was met dat interieur van de sodaliteit, wist zij direct. Dit is geen Italiaanse kerk, dit is wel degelijk uh, de, de boven sodaliteit. En We gaan een aantal details uh, bekijken waar dat, dat heel duidelijk in uh, bewezen wordt. Een eerste detail zit hier. Um, Rechts bovenaan in het schilderij, in de lambrisering van het plafond. Ik ga dat eventjes uitvergroten op de volgende slide. En die leggen naast het ontwerp voor die lambrisering dat we al kennen, door Hendrik Frans Verbruggen, uh, momenteel in het uh, uh, archief van de Carolus Borromeus bewaard in het Rijksarchief van uh, Antwerpen. En dit komt ook in de tentoonstelling te liggen. Maar je ziet dus niet alleen de vorm van die balk, komt helemaal overeen, maar ook de vorm hier van uh, dit uh, ornamentje is hier misschien niet zo goed te zien. Um, Verbrugge tekent hier een rond medaillon. Dat klopt ook. Eén op de twee van die uh, schilderijen in die lambrisering is rond. En het ander is één met afgeronde hoeken. Uh, dus je ziet, dit is, uh, hier staat op dat het voor de sodaliteit is. Komt helemaal overeen met het schilderij. Dus dat is een belangrijke aanwijzing dat het hier effectief om het interieur van de bovensodaliteit gaat. En de tweede aanwijzing vinden we helemaal achteraan in het. Uh, uh, in de bovensodaliteit, namelijk de altaarschilderijen. Uh, dat is opnieuw ja, dat is heel klein. Hè. Het schilderij is, is niet zo klein en de details zijn vrij goed, maar uiteindelijk zit je toch uh, met een schilderij dat een schilderij afbeeldt in de verte. En maar als ik dat uitvergroot en ik uh, zit daarnaast de afbeeldingen die we net gezien hebben van die schilderijen van, uh, van Dijk, dan zie je dat die compositie nagenoeg perfect overeenkomt. Hè. Dus je ziet hier Onze Lieve Vrouw en het Kind Jezus. Die de heilige Rosalie uh, uh, kronen, ja, die kan je hier ook herkennen. Hetzelfde aan het andere schilderij van Van Dijk, uh, de zalige Herman Jozef, die een huwelijk aangaat, een mystiek, mystiek huwelijk met Onze Lieve Vrouw, kan je eveneens hier die witte geknielde figuur herkennen. Uh, en daarachter die gele vlek, dat komt overeen met de engel die uh, de hand van uh, Herman Jozef in de hand van Onze Lieve Vrouw legt. Um, dus daarmee. Hebben we bewezen dat dit effectief een, uh, een interieurschilderij is van de bovensodaliteit, die bovendien betrouwbaar is? En dat komt dan weer overeen met de vaststelling uh, in het doctoraat van Claire Bézier, die honderden uh, kerkinterieurs uh, uit de 17e en 18e eeuw heeft uh, bestudeerd. En die uh, vaststelde dat in veel gevallen de documentaire waarde, dus de realiteitswaarde van die interieurs, Um, voldoende hoog was om uh, te betrouwen om verder onderzoek op te doen. In de rest van mijn presentatie en ook in de tentoonstelling zal dat interieurschilderij echt um, de leidraad vormen. We gaan eigenlijk een wandeling nemen als het ware doorheen het schilderij en een aantal hoogtepunten bekijken. Um, in eerste instantie gaan we daarbij hier de westwand. Uh, bekijken, dat is de, de rijkst versierde wand waar het meest over te vertellen valt daarna zal ik nog eventjes stilstaan bij het, uh, de altaarwand en dan kijken we nog eens naar boven naar het, uh, het plafond um, op basis van het, het uh, getekende grondplan had Rudy Manarts al heel duidelijk kunnen vaststellen uh, die westwand hier die telt uh, acht schilderijen verdeeld over negen traveeën Um, in het eerste travé, hier zit de deur, en daarboven hing ook een uh, schilderij. Um, daar kom ik ze op terug. En de andere schilderijen zijn allemaal gewijd aan erenamen van Maria, die worden toegekend in de Litanie van Loreto. Dus de Litanie van Loreto is een uh, gebed uh, aan Onze Lieve Vrouw, waarin heel veel verschillende namen, roepnamen uh, voor Maria worden uh, opgesomd. En een aantal daarvan zijn nog altijd bekend in het straatbeeld of in, in, in namen van scholen en hospitalen, zoals Maria Middelares, uh, Toevlichter, Zieken uh, en dergelijke meer. Uh, maar goed, we gaan eerst even kijken naar die deur hier aan de linkerkant. Daar zit dus geen uh, schilderij op. Um, maar volgens het plan zou hier een schilderij van een geestelijke hangen. Nu, dat hangt hier niet. Uh, we weten dat dat schilderij op een bepaald moment. Vervangen is door een ander schilderij. En dus de hypothese is dat dit schilderij net gemaakt is in de periode dat het vorige portret is weggehaald en voor het volgende portret is aangebracht. Helaas hebben we maar heel weinig datums, dus al die, uh, de chronologie is heel relatief en nooit uh, makkelijk vast te zetten op een specifiek jaartal. Um, wel zien we boven die deur, hè, die in een mooie marmeren omlijsting zit. Een inscriptie staan. Hier bovenaan, ik weet niet of het op uw scherm goed te zien is, op het schilderij is het vrij duidelijk. Um, staat de naam van Maria, Santa Maria. En hier onderaan, dat heb ik hier nog even uh, extra uitvergroot, ook heel moeilijk leesbaar, maar je kan een aantal woorden herkennen. En als je dat dan intikt, of je bent heel Bijbelvast en je kent de vulgaat goed van buiten, um, dan ga je daar kunnen ontcijferen wat erop staat. Er staat namelijk Dilecti Decorum Domus Tuai. En dat is een psalmvers in het Latijn. In de nieuwe Bijbelvertaling uh, luidt het: Heer, het huis waar u woont heb ik lief, de plaats waar uw glorie verblijft. Um, en die pracht en praal die in het psalmvers wordt uh, afgeroepen, ...die herken je heel duidelijk ook in de bovensodaliteit. Dus het zijn hier de sodales die trots zijn op de manier waarop ze die sodaliteit ter ere van uh, onze lieve vrouw en van God natuurlijk. Uh, hebben uh, ingericht. Dan gaan we naar. Uh, even terug naar het interieur, schilderij. Uh, er zijn uh, een aantal kunstwerkdatabanken die je kan gebruiken om op zoek te gaan als je snel wil zoeken naar afbeeldingen van uh, bekende meesters en onbekende meesters. Um, en al vrij snel hebben Marijk en ik in de website, op de, in de databank BALAT. Van het KIK, het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, twee schilderijen kunnen identificeren. We gaan eerst kijken naar het tweede schilderij van de deur verwijderd. Dat is dit schilderij hier, dat ik ga gebruiken als uh, voorbeeld. Eh, dus uh, Dat is dit schilderij dat ik er eventjes uitlicht. Volgens het plan van de bovensodaliteit uh, hierboven staat hier een. Uh, Schilderij van de Marteling van de heilige Laurentius door de Antwerpse kunstschilder Marc Antonio Garibaldo. Um, he, dus, ik heb het daaronder getranscribeerd. Het stuk representeert de martelie van de heilige Laurentius, geschilderd door Garibaldi. Um, Garibaldi, Garibaldo: het is niet altijd duidelijk uh, hoe het juist uh, gespeld wordt. Um, we weten zo weinig van die man dat we dus eigenlijk zelfs zijn uh, juiste achternaam niet helemaal kennen. We weten van Garibaldo heel weinig. Uh, er zijn uh, in die verschillende databanken een twintigtal schilderijen uh, te vinden die aan Garibaldo worden toegeschreven. We weten uh, wanneer hij lid wordt van de sint lucas schilden. Uh, we weten ook dat hij lid was van de Sodaliteit van de uh, Bejaarde Jongmans, dus die in de Boven-Sodaliteit uh, verzamelden. En we hebben beschrijvingen van twee schilderijen die in die Boven-Sodaliteit hingen uit de Veilingcatalogus van het bezit van de jesuiten en de totaliteit zoals dat die in 1777 uh, verkocht werd. En die staan hier opgezomd. Dus je ziet opnieuw Le Martyr de Saint-Laurent. Le groupe de ce sujet est d'une composition très riche, d'un très beau dessin et d'un coloris admirable. De T staat voor toile. Dit is een schilderij op doek. En hier zie je de, uh, de afmetingen in, uh, Franse voet, of in, in uh, Antwerpse voet die je kan omrekenen. En dan is er een tweede... Schilderij dat aan Garibaldi wordt toegekend, een concert angelique. La Sainte Vierge est représentée dans les nues, tableaux d'un coloris flatteur. Die twee schilderijen zijn in 1777 samen verkocht aan dezelfde uh, koper. Een zekere van den Kruisen staat in de, uh, de records van de veilingmeester. En Vermoedelijk is dat Jan-Augustijn van den Kruisen, die op dat moment binnenburgemeester was van Antwerpen en die door het comité Jesuitiek ook was aangeduid als degene, de commissaris, die de, het, de, de opheffing en de boedelverkoop van het professenhuis en de sodaliteit moest begeleiden. Die schilderijen hebben we dus uh, niet alleen teruggevonden in de fotowebsite van het KIK, maar daar stond ook een bewaarplaats bij en dat bleek gelukkig erg dichtbij te zijn, namelijk in de Sint-Laurentiuskerk in Antwerpen op de Markgravelij. Een uh, logische plaats voor een schilderij van de heilige Laurentius, van de marteldood van de heilige Laurentius natuurlijk. Um, hoe zijn die schilderijen daar precies terechtgekomen? Dat is nog een beetje een vraagstuk. We weten dat de eerste Sint-Laurentiuskerk uh, in 1776 is afgebroken... en vervangen door een tweede Sint-Laurentiuskerk. Dus die datum komt vrij mooi overeen met het moment van die veiling. Hè? Stel dat je... Um, parochiaan bent of, of weldoener van die kerk. Ik kan me voorstellen dat zo'n uh, binnenburgemeester. dat hij een mooi buitenverblijf had op de Markgravelij of daar in de buurt. en dat hij dus naar die Sint Laurentiuskerk ter kerke ging. Um, je hebt daar een grote nieuwe kerk. Uh, je bent uh, verantwoordelijk voor de verkoop van een aantal schilderijen. en daar zit een Sint Laurentius tussen. Het zou niet onlogisch zijn dat, dat daar een transactie gebeurd is, maar dat weten we dus niet. Um, die tweede kerk, die grotere kerk, is in 1814 trouwens volledig afgebrand uh, tijdens de, uh, uh, de, de, de uh, Franse uh, periode. En het is pas in de 19e eeuw, um, in de derde kerk, die u hier recht ziet van de hand van Bourla, um, dat we weten dat die schilderijen daar hingen. Er zijn beschrijvingen waarin men zegt ja, aan de. Uh, aan de kant van de deur hangen nog twee schilderijen waarvan een een uh, engelenkoor en een ander de marteling van Sint-Laurentius uh, uh, weergeeft. Uh, we zei, we, er zijn foto's van het interieur van die kerk van Bourla, maar die zijn allemaal op het altaar gericht. En dus de schilderijen van Garibaldo hingen aan de andere kant. hebben we dus niet op foto. Nu, die kerk is in 1932 opnieuw uh, afgebroken en vervangen door de huidige kerk. Dat is dus al de vierde Sint-Laurentiuskerk. Um, heel bekend bouwwerk, uh, neo-byzantijnse stijl. Uh, en die twee laatbarokke kunstwerken van Garibaldo die pasten daar eigenlijk helemaal niet in, in dat interieur. Um, dus die waren wel eigendom van de kerk. Men heeft die in, het, uh, in de Pastorij uh, gehangen. Later zijn die terechtgekomen in het secretariaat van de kerk. En het is daar dat wij ze ook hebben teruggevonden. Hier zijn ze. Uh, niet direct Rubensen... Hè? maar toch geen onverdienstelijke schilderijen. Ik heb daarnet de vermelding in de Veilingcatalogus voorgelezen waar nogal hoog werd opgegeven met het kleurenpalet, een coloris admirable of flatteur. En dat blijkt wel een beetje uit deze schilderijen als je ze ziet. Er is natuurlijk veel vervuiling en verschillende lagen vernis, maar die kleurenpracht komt nog wel zeker tot uiting. Er um, was nog iemand anders die die kleurenpracht was opgevallen. Dat is Jacob van der Zanden, de uh, 18e-eeuwse kunstkenner bij uitstek, uh, die een uh, omvangrijke, uh, heel gedetailleerde uh, geschiedenis van de Antwerpse kunstschool op rijm heeft geschreven, uh, die nooit is uitgegeven uh, omdat het veel te duur zou zijn. Uh, maar die dus wel in handschrift bewaard is gebleven in de, het Felix-archief, uh, waar we het tweede volume ook gaan bruiklenen uh, voor de tentoonstelling. Um, en de, de, de mensen die kunsthistorisch onderzoek doen, die kennen die, uh, die, uh, uh, dat handschrift van Jacob van der Zanden waarschijnlijk wel. Het is eminent leesbaar, godzijdank, hè. Um, dus het is heel, heel vlot te lezen, het is jammer genoeg wel heel taai 18e eeuws rijm, maar daar zit een enorme rijkdom aan details in. Um, en het, uh, de uitsnede die ik hier uh, toon, eh, ik kan misschien een beetje uh, meelezen, zo Garibaldo heeft die denkbeeld daar gegeven. Waar zit de koningin der engelen verheven, vol glans in hemelse troon en in de melodie van zoetgezang en spel der hemelscharen blij? Het is echt ja, 18e eeuwse poëzie, was niet meteen de, de meest hoogstaande, maar goed. Uh, en dan zomt hij op. Om met onnozelvreugde herten te verblijden, luid, bazijn, citer, trom, luut, trompel, trompet, fluit, serpent, bas, viool, violin en orgelklang bekend. En als je, die als je naar het schilderij kijkt, dan ga je al die instrumenten daarop. Uh, terugvinden. Dus dit gaat echt wel degelijk over hetzelfde uh, schilderij, dat is heel duidelijk. Um, nu, dit schilderij was uh, beschadigd geraakt doorheen de, de tijd en is uh, gerestaureerd uh, in het kader van deze tentoonstelling. Dus er is een uh, uh, met, met uh, sponsoring van de VZW Maria Elisabeth Belperre. Um, is er een student um, uit uh, Warschau, een, een uh, Erasmus-studenten onder leiding van professor Griet Blankaert aan de slag gegaan in de uh, opleiding restauratie van de Universiteit Antwerpen met dit schilderij. Um, het, het vergeelde vernis is er afgehaald, de scheuren zijn hersteld, um, verf, uh, vlokken die waren aan het afbladeren zijn allemaal hersteld um, en het ziet er uh, heel mooi uit. Nu, wat die studenten aan Adjepska heeft uh, ontdekt, um, is dat er een aantal sporen van overschildering zijn aan de bovenhoeken. Uh, en dat is een, een verhaal dat heel mooi past met een vermelding die uh, Marijke Drijbooms had uh, ontdekt. Namelijk, um, dit schilderij was oorspronkelijk niet bedoeld voor de bovensodaliteit. Het komt ook niet voor op het handgeschreven plan van de sodaliteit. Uh, om dat uit te leggen moet ik eventjes terug naar het interieur schilderij. Uh, ik heb dit ook aan Anna Diepska laten zien. Uh, wij gingen er aanvankelijk van uit dat het schilderij van Garibaldo op dit schilderij niet te zien is. Maar Anna, die natuurlijk drie maanden lang met haar neus bovenop dat schilderij heeft gezeten, die zei direct van: ah, dit is mijn schilderij hier. Uh, hier vlak naast de deur. Het is, het is heel klein. Op het oorspronkelijke schilderij is het iets beter te zien. Um, ja, het ziet er dan maar zo uit. Hè. Maar als we dat gaan vergroten, dan zie je in de compositie heel duidelijk: je hebt hier een groep figuren. Je hebt hier een figuur. En daartussen is een donkere zone hè, die een beetje lijkt op twee trechters. En als je dat gaat vergelijken met het schilderij, zie je eveneens hier hè, die groep figuren onderaan. Je hebt hier bovenaan een, een heldere vlek, een heldere figuur. En die worden door die wolkenband uh, van elkaar gescheiden. Dus je hebt hier een soort van ovaal en je hebt hier ook een soort van uh, ronde lijn. En die kan je hier min of meer herkennen, ondanks alle uh, uh, vervormingen op het uh, schilderij. Um, nu, wat ook nog opviel, je ziet hier. Zo in drie stipjes een licht schuine lijn. En dat komt overeen met de klankkast van de harp die je hier ziet. Dus hoe klein een detail ook is, de schilder van het interieur schilderij is er op zich wel in geslaagd. Met al die vervormingen om toch een aantal details van het schilderij te kunnen tonen uh, in zijn, in zijn uh, kunstkamer eigenlijk. Uh, bla bla bla. Maar dus... Het schilderij dat hier naast de deur hangt, komt niet overeen met het schilderij zoals dat op het plan van de Sodaliteit staat, waar men spreekt van een bataille geschilderd door Van Hek. Dat schilderij is in 1776 ook gevijld, maar vervangt een ander schilderij, Stella Matutina, geschilderd door Gaspar de Witte, dat niet voorkomt in de veilingcatalogus. En nu gaan we even kijken naar uh, de, de, de vondst van uh, Anna Diepska. Dus zij heeft hier en hier in de hoekjes twee uh, overschilderingen aangetroffen. En als ze die weghaalden, zag ze dat daar nog extra engelen achter zaten. En hier nog een, uh, een extra instrument met een muzikant die is afgesneden. En dat is in de huidige vorm van het schilderij, um, overschilderd door wolken, om die halve figuren een beetje weg te werken. En dat wijst erop dat dit. Uh, schilderij ooit bewerkt is. Dus dat er hier stukken zijn afgeknipt hè, waar die Engelsen uh, op zaten en dat men dat heeft proberen te camoufleren door die wolkenband wat uit te breiden. Um, nu, dat is een cruciaal puzzelstukje. Uh, we weten namelijk dat er in 1692 een ruzie is ontstaan tussen verschillende gebruikers van de bovensodaliteit, met name uh, de bejaarde jongmans, die dus de hoofdgebruikers waren en de Sodaliteit van de Walen, of de Sodalité des Nations. En dat was blijkbaar een slaande ruzie, een echte vechtpartij, en daar zijn verschillende schilderijen bij beschadigd geraakt geworden. En de hypothese is nu dat het schilderij, dat uh, wordt toegeschreven aan de Witte en Goubeau, en dat naast de deur hing, dat dat zodanig beschadigd was dat men dat heeft weggehaald... En vervangen door een schilderij van Garibaldo, dat om op die plaats te kunnen hangen een klein beetje moest worden bijgesneden. En dat zou dus verklaren waarom die overschilderingen gebeurd zijn. We gaan terug naar de bovensodaliteit. En als je goed naar die schilderij kijkt, en vooral naar de kaders, dan ga je zien dat die, die schilderijen. Omkaderd zijn door uh, heel kunstige, uh, zeer barokke marmeren uh, uh, omkaderingen. Um, en Marijke Drijbooms dacht van ja, er is toch iemand die gespecialiseerd is in marmer en beeldhouwkunst in de zuidelijke Nederlanden, en dat is Valerie Hermans. En zij heeft die uh, gecontacteerd en Valerie heeft ons op een spoor gebracht van opnieuw een vondst. Hè, het, het bleef maar komen, namelijk uh, vijf tekeningen. Uh, pentekeningen in de collectie van de Albertina in Wenen, die um, duidelijk ge, geïnspireerd zijn op de schilderijen uh, in het interieur. Dus je ziet hier dezelfde marmeren omlijsting rond al die schilderijen, ook allemaal andere marmeren omlijsting, uh, die werd uh, uh, rond die schilderijen gehangen. Um, in de Albertina worden die vijf pentekeningen toegeschreven aan Jan van den Hoeken, een uh, Antwerpse schilder die uh, heel erg in de stijl van Rubens uh, schilderde. Um, en werden ze omschreven als ontwerpen voor een marmeren altaaromlijsting. Um, de tekeningen zijn eigenlijk te gedetailleerd om uh, ontwerpen te zijn. Dus dit gaat om schetsen van iets wat werkelijk bestond. Um, het zijn vijf van de zeven schilderijen uh, de twee die ontbreken zijn toevallig net de garibaldos zijn die nooit getekend of bestaan die tekeningen nog maar zijn die ergens anders naartoe dat weten we nog niet maar met deze vijf schetsen en het interieur schilderij en die twee garibaldos kunnen we dus al heel veel van die mariale cyclus uh, gaan reconstrueren um, ik heb daarnet gezegd, het zijn dus geen uh, ontwerpschetsen, maar het zijn tekeningen gebaseerd op de werkelijke toestand. En dat uh, leidt ons ertoe om te zeggen dat deze tekeningen die toegeschreven zijn aan Jan van den Hoeken niet van Jan van den Hoeken kunnen zijn. Want van den Hoeken is in 1651 gestorven en in de archieven van de solidariteit zien we dat men pas in 1654 begint aan dit hele ontwerp voor de Westwand. Eh, zowel het marmer... Als de schilderijen begint men in 1654 uh, te bestellen en worden in 1656 uh, opgeleverd. Dus niet Jan van den Hoeken, wie dan wel is momenteel uh, onbekend. Een tweede vaststelling, uh, dat zal je subiet beter zien, is dat de tekeningen in vergelijking met de manier waarop de schilderijen op het interieurschildering staan, dat die in spiegelbeeld staan. Dus de schilderijen in de tekening zijn gespiegeld ten opzichte van de realiteit. Um, waarom? Een mogelijke verklaring is dat men die tekeningen wilde gaan gebruiken als basis voor kopergravures. Bij een kopergravure ga je een afdruk maken die in spiegelbeeld is ten opzichte van wat er gegraveerd wordt. En als je wil dat het resultaat rechtop staat, moet je dus die gravure ook in spiegelbeeld maken. Het is een hypothese. Um, die kopergravures. Daar hebben we geen enkel spoor van, dus waarschijnlijk zijn die ook niet gemaakt. Um, wat we wel weten is dat die tekeningen behoorlijk klein zijn. Um, postkaartformaat. We hebben die laten uh, afdrukken door Kruidvat, gewoon als, als foto's op het standaard fotoformaat. En dat is eigenlijk op ware grootte. Dus veel groter dan dat zijn ze niet. Dat is natuurlijk wel het ideale formaat voor gravures die je in een klein boekje van octavo-formaat zou uh, willen afbeelden. Dus, was dat de bedoeling? Uh, we weten het niet. Als we dan al die informatie bij elkaar brengen, kan je dus de schilderijen van Garibaldo en de tekeningen um, min of meer op dezelfde hoogte hangen als in het schilderij. Het schilderij is hier uh, vervormd omdat je met dat perspectief ziet. Uh, je ziet ook dat de, 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 de uh, volgorde niet helemaal overeenkomt, maar het gat dat hier ziet, dat is eigenlijk het gat hier in de deur. Maar nu kunnen we dus heel die Mariale cyclus veel beter, veel gedetailleerder gaan bestuderen dan Rudy Mannaert in 1983 heeft kunnen doen. We gaan ze van voor naar achter uh, doorlopen. Helemaal vooraan uh, bij de deur hing een schilderij dat uh, Regina Virginum moet voorstellen, Onze Lieve Vrouw, Koningin van de Maagden. Uh, op het plan van de totaliteit staat dit schilderij omschreven als Maria in hemelse glorie. Um, daar staat ook bij Franciscus Boeiermans. Dat is een naam die niet bekend is in de kunstgeschiedenis. Boeiermans wel, maar een Franciscus heb ik niet gevonden. De veilingcatalogus zegt dat het gesigneerd is TBF. Um, en dat zou dan verwijzen naar uh, Theodor Boeiermans, veel bekendere schilder, um, die ook uh, lid was van de Sodaliteit. De marmeren omlijsting over het schilderij hebben we geen gegevens in de, in de uh, archieven, maar van de marmeren omlijsting rond dit schilderij weten we dat die in 1658 werd gemaakt. Het schilderij is verkocht in 1777 aan een zekere rademaker en is sindsdien vermist. Um, we hebben de databanken van RKD en het KIK doorzocht, de documentatie van het Rubenianum. Um, er zijn nog andere pistes die we zouden kunnen doorzoeken. Um, voorlopig hebben we daar niet te veel tijd in kunnen steken. Mocht dat een van uw hobby's zijn, ga gerust aan de slag. Of wie weet, misschien hangt dit gewoon bij u thuis in de salon. Um, en dan hoor ik het natuurlijk ook graag van u. Tweede schilderij, verderop in de zaal, is Regina Martirum, onze lieve vrouw, koningin van de martelaren. En dat is dus het schilderij van Garibaldo, de marteling van de heilige Laurentius, waar we het al over gehad hebben. Het derde schilderij, Regina Patriarcharum, koningin van de patriarchen, stelt volgens het plan van de totaliteit Sint Ignatius voor, die bij de paus de toestemming krijgt of de, uh, om zijn orde, uh, die van de paus de goedkeuring van zijn orderegel uh, verkrijgt. Um, dus eigenlijk de, de, de officiële stichting van de Jesuitenorde. Um, volgens het plan is de schilder een zekere arngouds, Mannaerts zegt dat is een um, misspelling voor de schilder Herregoed. Um, maar in het register van de sodaliteit wordt dit schilderij toegeschreven aan Jacob Moermans. Um, en in de veilingcatalogus van 1777 wordt gezegd dat het van Jacob van Hal is. Dus we hebben hier heel veel mogelijke uh, toewijzingen voor wat waarschijnlijk hetzelfde schilderij is geweest. Waarvan we tot nu toe verder heel weinig wisten, maar waar we nu dus... Een lichtjes geplette, um, maar wel gekleurde voorstelling hebben. En dan spiegelbeeldig dezelfde voorstelling in, uh, in grijs tinten. Ook dit schilderij, um, daar zijn de whereabouts momenteel van onbekend. Maar dit opnieuw. Hè. Komt u het tegen uh, op een veiling of in een klein museum ergens in het zuiden van Frankrijk of weet ik veel? Laat het ons alstublieft weten. Dan komen we. Uh, aan de deur. Ja, u ziet, we hebben deze drie schilderijen gehad. We zitten hier nu aan de deur naar de sacristie. En daarboven is nog een marmeren omlijsting waarin het werk van Rosalia stond. Het werk van Rosalia was een, uh, een nis met daarin een zilveren reliekschrijn. Met daarin relieken van de heilige Rosalia van Palermo. Um, die waren in 1629 door een Jezuïet, Pater de Tollenaren, uit Rome meegebracht naar Antwerpen. Waar toen ook net een pestepidemie uh, heerste en men hoopte, deze jesuiten hebben de devotie tot Rosalie um, in heel Europa proberen te stimuleren. En dus ook in Antwerpen. Waar dat relicsgrijn naartoe is, is onbekend. Um, dat is heel jammer, want uh, dat zou in plaats van al die schilderijen is een, een 3D-object zijn dat we kunnen tonen. Um, er is heel veel onzekerheid over wat er met de relieken van de sodaliteit is gebeurd. In principe mochten die niet verkocht worden, maar waar die dan wel naartoe zijn gegaan is onduidelijk. Wel hebben we een uh, ander relieksgrijn teruggevonden. Het is namelijk zo dat aan het eind van de 17e eeuw een klein stukje van het gebeente van Rosalie, zoals dat in de sodaliteit bewaard werd door de Jesuiten, is afgestaan aan de pastoor van Meer, waar ook een uh, besmettelijke ziekte was. En in de parochiekerk van Meer, hè, dus in de Antwerpse kempen, vlak voor de Nederlandse grens, um, berust nu een zilveren reliekschrijn in uh, laat 17e-eeuwse barokstijl met daarin de relieken van de heilige Rosalie. En als je de, de, er zijn beschrijvingen van het reliekschrijn zoals dat in de totaliteit ging. En als je die leest en je kijkt hiernaar, dan zou je kunnen zeggen: van ja, het komt overeen. Um, dit is. Ik zei daarnet zilver, dit is eigenlijk een verzilverd blik. Het oorspronkelijke schrijn in de, in de sodaliteit was wel van zilver en is dus vermoedelijk gewoon omgesmolten. Maar de kans bestaat dat het reliekschrijn in meer dat dat een kopie is, of toch geïnspireerd is op het oorspronkelijke reliekschrijn in de sodaliteit. Uh, en dit komt uh, ook naar Antwerpen, niet naar de Sodaliteit, maar wel naar de tentoonstelling in de Carolus Borromeuskerk, waar een stukje aan uh, de devotie tot de heilige Rosalie uh, gewijd is en waar ook dit uh, reliekschrijn uh, terug te zien zal zijn. We wandelen voort uh, langs de Westwand. We komen hier nu aan het volgende schilderij naast de deur. En dat zou volgens het plan van de Sodaliteit. Uh, Opnieuw een jezuïtenheilige zijn, in dit geval de heilige Franciscus Saverius. Um, dat is op zich heel logisch. Je krijgt dan een pendant he, langs weerszijden van de deur staan er de jezuïtenheiligen. Een gelijkaardige spiegeling vind je in de Carolus Borromeuskerk. Um, de bekroningen van de marmeromlijstingen, die kan je hier redelijk goed zien, zijn ook portretten van Sint Franciscus Saverius en van Sint Ignatius. Um, maar, uh, ook hier wordt, uh, is het heel onduidelijk wie dit schilderij gemaakt heeft. Hè? Uh, er wordt opnieuw Herregots gezegd. Uh, aan de andere kant wordt er Moermans vermeld. Uh, en in de veilingcatalogus wordt dit doek toegeschreven aan Eikens. Dus we weten het niet. Het schilderij is ook nog steeds vermist. Opnieuw, mocht u het herkennen, uh, laat het ons weten. Dan de latere traveeën. We zitten hier echt al aan het eind van de zaal. Hier wordt het perspectief. Uh, zodanig verwrongen dat we eigenlijk het schilderij niet meer kunnen gebruiken om meer te weten over wat hier uh, precies hing um, er is uh, van één schilderij uh, geen, geen tekening bekend dat is Stella Matutina maar we hebben nog wel een tekening van het schilderij dat hier in de zevende travee ging en dat was Auxilium Christianorum onze lieve vrouw, hulp der christenen um, het het plan van de Sodaliteit spreekt hier van een bataille door Van Hek. En uh, het register van de Sodaliteit zegt dat Johannes van Hek 36 gulden kreeg uitbetaald voor het schilderij Auxilium Christianorum. Dus dat klopt al uit. Uh, ook Jacob van der Zanden zegt van dit schilderij is getekend I.V. Hekken. En in de catalogus van 1777 staat ook J. van Hekken. Een bataille de chrétien contre des musulmans enzovoort enzovoort. Um, en die beschrijving en wat Van der Zande zegt en de pentekening komen weer helemaal overeen. En dan nu uh, heet Van der Naald. Um, vlak voor, uh, toen ik klaar was met deze lezing, ik heb ik die voor uh, één keer is, um, lang op voorhand uh, afgewerkt, niet op het laatste moment, maar al twee weken geleden. En ik heb die toen ook uh, doorgestuurd naar een aantal collega's van het Rubenianum. Hè. Uh, ik ben geen kunsthistoricus, ik voel mij dan altijd een beetje onzeker als ik over schilderijen praat. Dus ik dacht van, laat daar de specialisten eens naar kijken. En een dag later kreeg ik een mail van Bert Schepers van het Rubenianum over deze tekening. Uh, hij herkende daarin dit schilderij. Uh, dit is een schilderij dat een aantal jaar geleden in Frankrijk geveild werd als een anonieme uh, Zuid-Nederlandse meester. Um, en uh, Bert had daar foto's van bewaard, omdat hij op dat moment bezig was met onderzoek naar de slag van de Amazones van, van Rubens, waarvoor hij ook het, uh, het corpusdeel heeft geschreven. En dit is een gelijkaardige weergave van een slag met die brug. Hè. Dus wie het schilderij van Rubens kent, ziet daar duidelijk de parallellen in. Um, en als je het gaat vergelijken met de tekening, blijkt ook weer, hè, het is gespiegeld, maar dat het effectief helemaal overeenkomt. Je hebt hier die brug waarop gevochten wordt. Je hebt hier die man die vooraan ligt met daarnaast nog een dode. Je hebt hier iemand met ontbloot bovenlijf in een soort van curve die je hierin weerspiegelt ziet. Dus ja, dit is een derde schilderij uit de sodaliteit dat wij hebben teruggevonden. En onze tentoonstelling is nog niet eens open. Um, wat er wel gebeurd is met schilderij, hier bovenaan is een uitsteeksel uh, afgesneden. Dat is heel duidelijk te zien. Hè. Men heeft daar een rechtsschilderij van willen maken. Heeft daarvoor ongenadig onze lieve vrouw een kopje kleiner gemaakt. En uh, to add insult to injury zijn twee fragmentjes van onze lieve vrouw haar mantel ook nog in stukjes gesneden en hier gebruikt om de hoekjes weer op te vullen. Um, Schilderij gemutileerd, ook in heel slechte toestand, dus uh, dringend nood aan restauratie. We weten niet waar het is. Hè. Dus, uh, we hebben een, een record van een veiling een aantal jaar geleden in Frankrijk. Wie het toen gekocht heeft is onbekend. Uh, we kunnen het ook niet meer integreren in de tentoonstelling. De vormgeving is af. We kunnen daar niet zomaar nog een schilderij uh, bij steken. Dus zelfs al zou het bij u in de woonkamer hangen, we willen het graag weten dat u het heeft, maar we kunnen het niet meer bruiklenen. Um, maar dit toont dus aan dat het niet onmogelijk is dat er nog altijd nieuwe vondsten worden gedaan. Dus op een jaar onderzoek hebben we al heel wat gevonden. Door het nu gewoon rond te mailen vinden we nog een schilderij. Ik ben hier nu een lezing aan het geven aan 90 deelnemers. Um, wie weet wat komt er nog allemaal naar boven We hopen op vele honderden bezoekers uh, per maand die die tentoonstelling bekijken. Uh, dus speur gerust met ons mee. Er zijn nog heel wat uh, puzzelstukken te vinden. Nog zo'n puzzelstukje betreft het laatste schilderij, Salus Infirmorum, uh, Onze Lieve Vrouw, toevlucht der zieken en kranken. Uh, ook daar hebben we nog een uh, uh, verrassing gevonden. Op het plan staat geen schilder uh, aangegeven. In het register staat heel duidelijk dat het Anton Houbo is die dit schilderij uh, vermeldt. En de veilingcatalogus geeft ook nog eens een jaartal, namelijk 1655, die op het schilderij zou staan. Ja, en de veilingcatalogus zegt: Des malades accablés implorent le secours de la Sainte Vierge qui apparaît dans les nues. Tableau de beaucoup de force et d'une belle composition. Via de databank van het RKD hebben we van dit schilderij een fragmentje teruggevonden. Geveild in Parijs in het jaar 2000 um, en momenteel ook in privéhanden, en we weten nu precies waar. Maar dankzij de veilingcatalogus die bewaard wordt op het Rubenianum. Ze hebben een fantastische collectie van uh, meer dan 10.000 kunstveilingscatalogie van heel Europa. En daar kan je dus dit prentje in aantreffen. Wat opnieuw, als je het spiegelt, uh, perfect overeenkomt met dit hoekje van Salus Infirmorum. Um, Waarom is dit herkenbaar? Omdat hè, de, de, de signatuur van de schilder en de datering die staat hier op deze zuil. Hier staat heel duidelijk op Anton Houbault uh, in het jaartal 1656, uh, 1655. Maar ik kan mij zo voorstellen dat een kunstliefhebber in 1777 dit schilderij koopt... Dat Ergens in zijn salon hangt en dan heel de tijd op die zieken en kranken moet zitten kijken. En dat hij gedacht heeft: van ik ga dat schilderij een beetje herwerken. Ik heb hier een heel mooie Onze Lieve Vrouw. Ik ga die uitknippen en de rest van het schilderij is niet zozeer de moeite waard. Alleen bij die zieken en kranken, ja, dat, is, dat stukje dat dan overblijft is wel een gesigneerde Anton Houbeau. En daardoor heeft dat nog een zekere waarde gehouden en is het vooral traceerbaar op de kunstmarkt. Terwijl de rechterkant. Dat is nu een anonieme uh, Onze Lieve Vrouw, zoals dat er honderden, duizenden op de kunstmarkt zijn. Uh, dus dat blijft een speurtocht. En zelfs als we dat tweede stukje vinden, ja, dat schilderij is doormidden gezaagd, dus dat gaat er nooit meer uh, perfect uitzien. Met Salus Infirmorum hebben we nu heel de westwand gezien. En komen we aan het eind van de zaal, daar komen we aan de altaarwand. Dat is dus uh, dit stukje. Uh, ik, ga dat, uh, ik ga er een beetje sneller overheen gaan, want daar was eigenlijk al vrij veel over geweten. Het hoofdschilderij op het hoofdaltaar heet officieel Onze Lieve Vrouw en het Kind Jezus kronen de heilige Rosalia. En dat ziet er dus zo uit: geschilderd door Antoon van Dijk. Van Dijk was in 1628 lid geworden van de Sodaliteit van de Bejaarde Jongmans. En uh, hij had iets met Rosalie. Um, van Dijk was in 1624 op uh, Italiënreis, uh, kwam terecht in Palermo op vraag van een aantal mensen die wilden dat hij daar het uh, portret van de uh, onderkoning zou schilderen. En op dat moment breekt daar de pest uit. Palermo gaat in lockdown. Hè. We kennen dat uh, sinds een aantal jaar terug hoe dat, dat dan gebeurt. Van Dijk zat daar opgesloten, mocht niet vertrekken. Um, heel veel mensen in quarantaine, heel veel mensen die ziek werden en doodgingen. Uh, en tijdens die quarantaine uh, verscheen de heilige Rosalia in een droom van een aantal uh, inwoners van Palermo om haar gebeente aan te wijzen. Uh, Rosalia was een lokale heilige uit de 12e eeuw, die al langer vereerd werd in Palermo, maar waar men dus geen relieken voor had. Uh, en door al die droombeelden wond men het gebeente van Rosalia terug op, uh, in de grot waar zij gestorven was. Die werden in triomf naar de stad uh, teruggebracht, een enorme praalstoet. En men hoopte dat Rosalia ging helpen om de pest uh, uh, te verdrijven. Um, Van Dijk die zat daar vast. Al die kerken zaten plotseling met de nieuwe heilige, waar ze schilderijen voor nodig hadden. 1 plus 1 is gemakkelijk 2. En Van Dijk heeft in Palermo niet minder dan zeven schilderijen van de heilige Rosalie geschilderd, die in alle Panormitaanse kerken uh, terechtkwamen. Um, en later, als Van Dijk terugkomt in Antwerpen na zijn, zijn Italiëreis, merkt hij dat Rosalia daar ook net teruggekomen is. En misschien is het een idee van Van Dijk toen geweest van ja. Rosalia heeft mij gevolgd, of ik kom altijd Rosalia tegen, dat is een teken. En is het daarom dat hij, ook voor de sodaliteit, waar hij dan net lid van was geworden, heeft aangeboden van ik ga hier een schilderij van de heilige Rosalia uh, voor jullie schilderen. Hij heeft dat niet gratis en voor niets gedaan, maar hij heeft wel alleen zijn kosten aangerekend en niet zijn uren. Uh, wat in het geval van Van Dijk toch wel een behoorlijk hoopje was. Dan rechts van uh, het hoofdaltaar, dus uh, uh, rechts van de uh, Heilige Rosalie, hing een tweede schilderij van van Dijk. Uh, en dat stelt de gelukzalige Herman Jozef voor. Um, Herman van Seinveld was een uh, middeleeuwse norbertijn uit Duitsland. Um, en die kreeg een visioen waarin hij onze lieve vrouw voor zich zag staan. Hij knielt voor haar. En Maria neemt zijn hand en zegt: Ik wil uw bruid zijn. Um, en er is een engel, hè, die zie je hierachter, die dan de, de hand van Herman neemt om de huwelijksring van Maria uh, in, uh, rond de vinger van uh, Herman Jozef uh, te doen. Die zich vanaf dan ook niet gewoon Herman, maar Herman Jozef noemt naar de uh, oorspronkelijke echtgenoot van Maria. Uh, en wie goed kijkt zal zien dat uh, de engel achter Maria, dat dat eigenlijk een zelfportret is van van Dijk. En het portret van de uh, zalige Herman Jozef is een portret van zijn broer Theodor van Dijk, die Norbertijn was, net zoals uh, Herman Jozef, uh, in de Sint Michielsabdij. Um, en als je nu een schilderij moet bedenken voor een uh, groep religieuze jongeren die nog niet gehuwd zijn, wat is er dan beter dan een schilderij van een mystiek huwelijk met onze lieve vrouw zelf? Want dat is natuurlijk de boodschap die de Jezuïeten wilden uh, uitdragen. Um, het is beter uw leven te wijden aan Maria dan een losbandig leven te leiden. Um, ook dit schilderij is dus terechtgekomen in Wenen. Uh, het wordt beschouwd als een van de mooiste jeugdwerken van uh, Van Dijk. Uh, krijgen we niet terug, niet in bruikleen, zeker niet permanent. Maar er hangt een heel mooie eigentijdse kopie in de abdij van Tongerlo. En dat zullen we in bruikleen krijgen uh, voor de tentoonstelling. Dan is er nog een derde schilderij aan de altaarwand, links van het, uh, van het altaar, en daar zitten we opnieuw met uh, problemen. Um, de, de Toeristische Gids van Gerard Derby um, verschijnt in verschillende uh, afleveringen, verschillende edities doorheen de jaren, en daarin wordt altijd gewisseld van wat er daar nu eigenlijk stond. In de eerste editie um, zegt Derby heel duidelijk: Hier hangt een schilderij van Sint-Ignatius door Gerard Segers. Um, Iets later is er twijfel. Hè. Het is waarschijnlijk van Segers, maar het zou ook door Van Hoek kunnen zijn. En dan in uh, 1774, dan is de Jezuïtenoor dus eigenlijk al opgeheven en is die sodaliteit in, in vereffening, um, is het een portret van Aloysius Gonzaga door Van Hoek. Of van Den Hoeken, wat dat twee verschillende schilders zijn. Um, van geen van die schilders kennen we een portret van Aloysius Gonzaga. Van Segers is er wel een bekend. Dat hangt in het Museum voor Schone Kunsten. Dat ziet u daar links. Die witte vierkanten willen zeggen dat het ernstig beschadigd is. Um, en het komt uit het, uh, het Jesuitenbezit. Dat is geweten. Maar nu we het uh, interieur schilderij bekijken, dan zie je heel duidelijk dat dit niet het schilderij kan zijn dat daar gehangen heeft. De compositie is, is uh, helemaal anders. Uh, ik ben uh, niet heel diep kunnen gaan in het uh, zoeken naar uh, allerhande schilderijen van de heilige Aloysius Gonzaga. Uh, maar wat ik heb gevonden is dit kleine prentje uit de collectie van het uh, Rusbroekgenootschap. En dat komt qua compositie het dichtste overeen met het schilderij dat we daar zien. Uh, Zo'n devotieprentje is ook iets dat heel typisch uh, door de Jesuitenorde of door mensen die daaraan geleerd waren gepromoot werden. Dus het zou goed kunnen dat de, um, de kunstenaar die dit printje gegraveerd heeft, dat hij het schilderij in de totaliteit kende en dat hij zich daarop heeft gebaseerd. Um, ook hier blijven we op zoek gaan. Dus als u op uw reizen door Europa of waar dan ook uh, een schilderij van de heilige Aloysius Gonzaga tegenkomt, um, waarbij Aloysius Gonzaga knielt voor onze lieve vrouw en het kind Jezus. Het zou best wel eens kunnen zijn dat dit het schilderij is uit de bovensodaliteit. Um, een beetje voortgaan. Uh, we gaan uh, afsluiten door nu de blik naar boven te richten, hè, naar het uh, plafond, um, dat ook helemaal met uh, schilderijen uh, bedekt was. Uh, Rudy Mannaards had in 1983 al geprobeerd om het, salon te het, het plafond te reconstrueren aan de hand van de veilingcatalogus. Um, dus op het plan van de sodaliteit staan wel nummertjes aangegeven, maar er staat niet aangegeven um, welke schilderijen zich daar bevonden. Um, en Mannerts stelde vast dat die schilderijen, de centrale schilderijen, um, allemaal episodes zijn uit het leven van Maria en dat die in chronologische volgorde zouden moeten hebben hangen. Hè. Dus je hebt eerst. Um, de uh, onbevlekte ontvangenis dan de geboorte van Maria, de annunciatie de visitatie uh, de purificatie en dan de, de hemelvaart, of de hemelopneming van uh, Maria um, Van dat plafond weten we ook dat het in 1705 dat men daar toen aan begonnen is, dat is een, uh, een uh, nota van Daniel Papebrochius, S.J., een, een Jesuitenpater van de Bolandisten die een chroniek schreef uh, en die in 1705 vermeldt dat uh, men aan die plafondschilderingen is uh, begonnen. Um, dat is heel belangrijk, die datum, want dat is net een periode dat er geen gegevens, geen archivalische gegevens zijn over de uitgaven van de rest van de uh, Jezuïete sodaliteiten. En het is ook heel belangrijk omdat dat een uh, terminus post quem is voor dit interieurschilderij. Um, en daardoor weten we ook dat dus... Um, de toeschrijving van het interieurschilderij aan Willem Schubert van Ehrenberg fout is. Want die is al overleden in 1676. Dus uh, dit schilderij dat verkocht is als een Italiaans kerkinterieur van Willem uh, Schubert van Erenberg is geen Italiaans kerkinterieur en ook niet van Willem Schubert van Erenberg. Van wie dat het dan wel is, staat nog niet vast. Voorlopig is het anoniem, maar uh, Claire Bézier... Zegt dat het meest waarschijnlijk is dat het van de hand is van Jacob Balthazar Peters, die ook interieurschilderijen van de Carolus Borromeus heeft gemaakt, die qua levensdata ongeveer past. En dan zou je kunnen veronderstellen: in 1718 is de Jesuitenkerk afgebrand, dan zit je daar als interieurschilder gespecialiseerd in het interieur van Jesuitenkerken. En dan merk je plots op dat aan de overkant van het plein een sodaliteit is waar men net nieuwe plafondschilderijen heeft aangebracht. Dus dan zou het wel heel goed kunnen dat op dat moment dit schilderij is uh, uh, tot stand gekomen. Maar dat zijn dus allemaal uh, hypothesen. Uh, maar dus die plafondschilderijen, hè, zoals uh, Rudy Mannaert zal het vastgesteld zijn, net als de schilderijen aan de west, want eigenlijk een mariale cyclus een aantal schilderijen die bij elkaar een verhaal vertellen over Onze Lieve Vrouw. Um, dus, uh, bovendien uh, stellen we vast zeven van die schilderijen zijn genoemd naar de namen die ook de verschillende sodaliteiten zelf hebben gekregen. He, dus, uh, de uh, sodaliteit van de gehuwden, die in de beneden-sodaliteit verzamelden, bijvoorbeeld, waren officieel toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Boodschap. De Sodaliteit van de Bejaarde Jongmans, die van de bovensodaliteit waren toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Geboorte. De Sodaliteit van de Walen, de Sodalité des Nations, was officieel de Sodalité de Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Dus elk van die schilderijen is ook nog eens te verbinden aan een van de uh, clubs die verzamelden in het Sodaliteitsgebouw. Um, we gaan nu. Ik kan, ik kan niet al die schilderijen bespreken, hè. de tijd begint ook te korten. En bovendien, hoe verder dat je naar het altaar toe gaat, hoe moeilijker dat het wordt om ze uh, grondig te bekijken. Maar de, de bovenste twee, die het dichtst bij ons hangen, die kunnen we wel eventjes daar kunnen we op inzoomen. Uh, dit is het uh, eerste. Ik heb het ook een beetje het, het contrast en de helderheid verlicht, zodat het beeld uh, goed duidelijk is. Dit zou de ten hemel van Maria moeten voorstellen. Volgens uh, de, de reconstructie van Manaards. En inderdaad, hey, je ziet hier Onze Lieve Vrouw, die duidelijk in de hemel is, want dit zijn allemaal engelen rondom haar. Uh, de reisgidsen en de, uh, spreken hier als kunstenaar van Peter Sperber, een uh, Antwerpse kunstenaar waar we niet zoveel meer van weten dan dat hij in 1699. Lid is geworden van de Sint-Lucas-schilden, meester is geworden van Sint-Lucas-schilden, wat dus heel mooi uitkomt met een schilderijcyclus waar men in 1705 aan begint te werken. Maar in de veilingcatalogus wordt dit werk toegeschreven aan een zekere P.V.H. Janssens, wat dan misschien Victor Honoré Janssens zou kunnen zijn, een Brusselse kunstschilder, of misschien Jacob Janssens, een kunstschilder die wel lid was van de Sodaliteit van de Gehuwden, maar. We weten het dus niet zeker. En zolang het schilderij niet terug wordt gevonden, weten we daar eigenlijk uh, niks van. Dus opnieuw, hè, mocht u zo'n schilderij hebben hangen ergens, plafondschilderijen zijn redelijk gemakkelijk te herkennen doordat ze een heel vreemd geforceerd perspectief hebben. Uh, en deze schilderijen hadden ook allemaal uh, een, een uh, vreemde vorm, hè, rechthoekig, maar wel afwisselend met een ronde uitstulping of met ingedeukte hoeken. Nu, mijn vrees is een beetje dat als iemand die schilderij gekocht heeft, dat die uitstulpingen er zijn afgesneden uh, om een min of meer vierkantig schilderij te maken, en dat daarbij misschien ook de naam van de uh, kunstenaar uh, gesneuveld is. Als laatste schilderij gaan we naar het tweede plafondschilderij kijken, dat is uh, Onze Lieve Vrouw Purificatie. Hè? Um, een paar dagen geleden hebben we met z'n allen pannenkoeken gegeten voor Maria Lichtmis. Officieel is dat dus het feest van Onze Lieve Vrouw Purificatie of de opdracht van uh, Onze Heer in de Tempel tegenwoordig. Um, en hier zijn we wel vrij zeker van de uitvoerder, want zowel uh, een vermelding van Jacob van der Zanden als de Veilingcatalogus zeggen hier dat het een werk is van Jan Erasmus Kelly. Um, die in, uh, rond 1715 gestorven is, dus dit zou een heel laat werk uh, van Kellen zien. En als je hier het schilderij, ik heb het opnieuw, uh, het contrast verhoogd, zie je heel duidelijk, hè, um, voor wie het verhaal van de, de opdracht in de Tempel kent, hier zie je Onze Lieve Vrouw die zich uh, uh, na uh, 40, nee, ja. Ja, 40 dagen na de, de geboorte van Jezus op 25 december moet laten reinigen in de tempel. En zij komt daar een uh, oude priester tegen, Simeon. En aan Simeon was gezegd um, door, door, uh, door God: Je zult niet sterven voor je de Messias gezien hebt. Maria komt daar met het kind Jezus de tempel binnen. En Simeon herkent zijn Messias en heeft een, uh, een lied aan. Um, de Hymne Nunc Dimitris, ook nu nog deel van de uh, completen in het uh, Dagelijks Officie. Um, en het feest wordt ook geassocieerd met de, uh, en dan is de cirkel mooi rond, met de psalm die we boven de inkomdeur hebben zien staan. He. Heer, het huis waar u woont, heb ik lief, de plaats waar uw glorie verblijft. Dat zou een psalm zijn die Maria aanhief toen zij de tempel uh, binnentrad. Um, het is duidelijk dat ook de leden van de sodaliteit hun huis lief hadden, hun um, home away from home in de bovensodaliteit. En dat ze kosten nog moeite hebben gespaard om het zo mooi mogelijk uh, te maken. De laatste jaren um, en zelfs de laatste weken en dagen hebben we dus nog heel veel uh, ontdekkingen gedaan uh, rond de, het interieur van de bovensodaliteit. Um, vanaf 21 april gaat u ook allemaal het resultaat kunnen bestuderen, bekijken in de tentoonstelling De Barokke Influencers, Jezuïeten, Rubens en de Kunst van het Overtuigen. Um, ik hoop dat ik hiermee jullie allemaal um, verlekkerd heb en dat jullie nu uh, die datum met stip in jullie agenda gaan zetten. Um, en dat jullie ook op zoek gaan naar al die ontbrekende schilderijen, want er valt volgens mij nog wel het een en het ander te ontdekken. En daarmee ga ik mijn verhaal afronden.